weddenschappen aan met de hele wereld. Laat ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als we maar naartoe komen. We gaan geld roven, jongen! Wel dat wij sneller en vlot kunnen bouwen en daarmee de overkant van het meer kunnen bereiken. 50 euro. Oké, kennelijk durven die rukkers niet al te veel geld uit te geven. Prima, ze hebben al ballen genoeg om ons uit te dagen. Ik zeg 50 euro, let's go. Martijn en ik gaan tegen jullie racen, dat is duidelijk. Alle materialen liggen al klaar. Iedereen krijgt 4 tonnen, een paar stukken hout, wat touw en een beetje duct tape. En daar moet je het gewoon mee doen. Ja, volgens Amsterdam Scouting is dit alles wat je nodig hebt om vlot te kunnen bouwen. Dus als het niet lukt, dan ligt het echt aan jezelf. Spelregels zijn simpel. Wie het eerst met vlot en al aan de overkant van het water eindigt, wint. Wij mogen wel uit het gooi komen, maar ik kan je echt benadrukken. Wij hebben wel aardige handvaardigheidsskills. Ja, we gaan niet verliezen voor jullie Boy Scout. Ja, ik heb wel even van tevoren stiekem een filmpje gekeken, hoe het een beetje moet. Denk je dat die tonnen ons samen houden? Ja, daar zat ik dus ook wel van na te denken. Maar als dat niet het geval is, dan kan ik eerst, doe ik een touwtje eraan dat jij hem kan terugtrekken en dan ga jij naar mij. En hoe we dat gaan doen is, we gaan er gewoon minder gebruiken dan dat zij er gaan gebruiken. Ja. Want de faggots die hebben heel veel YouTube filmpjes gekeken hoe ze dit gaan aanpakken. Het is echt, wij niet. Het is echt niet. Hard hout dus uit, het komt gewoon uit Zimbabwe, de koppie. Volgens mij. Slim, zullen we gaan doen? We gaan het winnen! Zijn jullie er klaar voor, mannen? Yes! Ja. Go! Jij maakt het aan. Hadden we geen ander touw kunnen gaan? Waarom besparen we op touw? Jongen, echt, ik word gek van dat touw. Het is echt heel naar touw dit. Ja, echt kut touw. Het zijn echt heel erg gierige touwtjes dit, man. Chiefs die ik kon vinden ofzo. Oh, nu liggen het aan de touwtjes. Ik weet wat ik doe, Niels. Kak! Nee, de touw dat breekt gewoon. Waar is het mes? Waar is het touw? Waar is het mes? Je hebt het touw. Ik heb het touw. Ja. Waar is het mes? Ja, jij hebt die weggegooid. Niet weggegooid. Hoe zou je dat weggooien? Gozer, die raakt om de seconde het mes kwijt. Geheugen van een doppert. Zo gaat het water, Niels. Echt? Nee! Oké. Allebei een kant. Kom maar. Dit kan niet. Dit kan niet drijven. Je moet er in één keer op doen. Oh ja. Ja? Ik laat het goed vallen. Oké, mooi. Dat is geen vlot! Jullie worden nat! Later, grappies! Hey, later, Boy Scout. Ja, ik heb nog een touw nodig. Een touw nodig! 50 ballen, ja, we hadden echt meer in moeten zetten, hoor. Pakken! Ah, mijn reet wordt nat! Ga maar! Nee! Jongens, eerlijk is eerlijk, jullie zijn de winnaar. Gefeliciteerd, jongen. Thanks. Ja, jullie tactiek bleek iets beter te werken. Ja, gelukkig kunnen we die 50 euro rijden. Het geld. Ja. Zo? Ja, er zit nog wel wat in de pot. Er zit wel wat spanning in. Maar laten we maar even gaan pinnen. Ja, is goed. Nice. Kut, sorry.
Best ironisch dat je wel kan winnen van een gast die nog steeds in Expeditie Robinson zit, maar niet van een stel tieners. Gelukkig gingen ze maar voor 50 euro, volgende week beter. Kijk eens aan, jongens. Met pijn in ons hart. Met pijn op... Met die kleine ettenbakken waren gewoon iets vlotter. Ik vind het echt een kutprogramma. Maar goed, je kan ons ook uitdagen. Want dan moet je gewoon even die uitdaging plaatsen in de comments. Plus het geldbedrag waarvoor je wil spelen. Ja, en we gaan het zeker niet zo makkelijk laten verlopen als deze aflevering. Nee. Dus kom maar op. En ja, vergeet ook niet eventjes te liken, abonneren. En deze twee vergeet het gewoon maar weer. Want volgende week nieuwe uitdagers. Later. Doei.